Landgenoten. Dit kan slechts een kort filmpje zijn. Ik zit in een trein van de Nederlandse spoorwegen. Ik heb nog steeds... Dat was geen lach. Een nooddocument. Wat is een nooddocument? En misschien... Wat? Dat er iemand over zal vragen. Jelger. Hoeveel geld heeft dat gekost om een nooddocument te kopen? Dat je gekocht bij de ambassade in Bern. Iemand heeft dat een keer gevraagd. Omdat ik het gevoel had aangevallen te worden door iemand die harddrugs doet of op een vreemde manier denkt zonder dat ik er rustig zelf over nagedacht heb gezegd. Ja, heb ik iets van 70 of 90 euro voor betaald. Ja. Ik denk dat iemand anders dat betaald heeft. Ja. Maar natuurlijk ga ik dat zelf betalen. Want die rekening komt nog. Dus dat is 90 euro. Maar daar moet ik nog over informeren. In ieder geval. Maar die is alweer verlopen. Dat de batterij zo leeg is, dus ik kan nog heel kort iets zeggen. Ik weet niet. Ik denk dat iemand heeft geprobeerd, of niet geprobeerd, heeft gedacht om mijn lichaam er anders te laten uitzien. Of mijn stem zelfs, op basis van een broodje, een horloge, van de supermarkt, een t-shirt, of mijn geld vragen, of een treinticket. Zorg dat het gecheckt wordt of iemand dat gedaan heeft. En zorg dat iemand er... Zorg dat iemand er ontzettend veel spijt van heeft de komende jaren als dat gebeurd is. Ja. Als iemand hier dingen gedaan heeft met het hoofd, dat gaat er zeker niet. Ja. Check dat, vraag ik u landgenoten allen. Of iemand dat gedaan heeft, sta dat niet toe. Als er ook maar iemand... Ja. Die illegale harddrugs heeft gekocht. In de 24 maanden... Daarvoor. Een gedachte heeft gehad over een wet. Ja, dat gaat zeker niet. Niet over iets. Dank. Ik denk dat deze video wel 4 minuten kan worden. Oké, het is dus... het is in het Engels. Home. Job. State. Streepje. We hebben nu iets nieuws bedacht. We noemen het niet meer... Wat? Het concept. Homeless people, maar roomless people. Het is beter omdat... Een home heeft meteen ook een ijsblokjesmachine en zo. Nou goed, niet over iets nu. En een piano die al jaren bespeeld is. Ja, nog veel meer. Dat ga ik niet zeggen nu. Maar dat was het probleem, denk ik. Maar niet over iets. Oké, streepje. En dus, de derde is ook belangrijk. Het land waarin iemand geboren is. De natiestaat. Ja. Is misschien alleen belangrijk bij voetbal... Dat als Nederland en Duitsland gaan voetballen, dan moeten Nederlanders een keuze maken of ze voor Nederland of Duitsland zijn. Vaak zijn ze voor Nederland. Als Nederland en Duitsland voetbal, zelfs ik ben dan voor Nederland. Wat? Ja, weet ik veel waarom dat is. Dat is gewoon zo. Trouwens. Wilhelmus van Nassau. Ben ik van Duitsen bloed, den vaderland getrouw, bluw ik tot in den dood. Een prinsen van Oranje, ben ik vrij onverveerd. De koning van Hispanje, heb ik altijd geëerd. Ja, ik had ook een keer kritiek op hem, maar dat was ook eren. In ieder geval, natuurlijk ben ik over Nederland dan. Ja, maar hoe komt dat? Ja, dat gaat automatisch. Maar daar niet over. Dan denk ik dat... Ik weet niet wat het was. Ja, omdat die auto iets wilde checken. Of dat het een of andere check had. Of een mammon ding of zo. Of dat er techniek in die auto zat die iets probeerde. Of dat er... Dat is irritant. Ja, maar dingen zijn soms gecentraliseerder geworden. En dat als er dan een fout is of niet gerust is... En er zit ergens iets... Bij een centraal punt iets, dan kan dat plaatselijke dingen overrulen. Dat is erg onhandig.
Het is extreem belangrijk dat we weten hoe dat werkt zonder geld. Ja? Zodat we dat vrij hebben. Ja. Dat niemand ons kan pakken, dat er niet in de situatie kan staan dat er een straat is van 500 meter waar het gevaarlijk kan zijn als je portemonnee zou verliezen. Ja. Dat als normaal blijft. In Nederland, in België, in Luxemburg. Nou, ik ga deze trein van de NS is onderweg, dus de trein is vertrokken in Heerlen. En gaat naar, is de verwachting, maar dat kunnen we wel zo zeggen, Sittard. Ja. Een paar dingen te doen. En dan kan ik later weer filmen, foto's maken, Google Maps raadplegen, want volgens mij zit er zelfs een, weet ik niet zeker, een GPS in deze Lenovo tablet die ik nu vast heb. Ja, die hebben we gekocht. Die is dan 87 euro bij de Mediamarkt. Nou, minimaal. Nee, sommigen houden niet van de Mediamarkt. Ik weet niet. Ik weet niet. Het gaat wel, denk ik. Ik weet niet. Dus, dit is even. Lieve kijker, dank u wel voor het kijken naar deze video. Deze video, mijn naam is Reind Jelger Waarda. Staat ook in dit nooddocument. Er was geen nee daar. Ik schrijf voor de website baarda.ch. Dat is B-A-R-D-A.ch.